Dag lieve kinderkens. Goedemorgen, dames en heren. Het is weer tijd voor de Sinterklaas. En de kerstman. De Sint zei tegen mij dat zijn feest het beste feest was. En ik zei, ho 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 eens even. Mooi niet eens. Dus, wat gaan we doen? We gaan een wedstrijdje tegen elkaar doen. We hebben een paar challenge. En de eerste is de Battle Beam. Dus, durf je het aan? Ik durf alles aan. Nou, dan gaan we maar hoor. Dit is een appeltje voor Sinterklaas. Want Sinterklaas loopt altijd over daken. Dus, nou, dit wordt een makkie hoor. Wat doen we? Best uit drie. Want zoals je weet, we hebben niet heel erg lang meer de tijd. We moeten pakjes rondbrengen, pakjes bouwen, pakjes maken, elfjes aansturen. Dus, wat er af hebben. Ja, we dachten het al. Sinterklaas natuurlijk een keigoed. Nou, ik heb. Ik kwam even niet uit mijn woorden, hè? Maar we komen even terug. Nou, we wisten natuurlijk al dat ik ging winnen, want ik ben een keigoede dakloper. Dakloze. We gaan door naar de volgende. En dat is. Wat gaan we doen? Pakjes gooien. Pakjes gooien? De volgende spelletje heb ik gekozen. We gaan cadeautjes gooien in de schoorsteen. Maar die luie Sint heeft natuurlijk altijd zijn pieten ervoor. Ik doe het allemaal zelf. Dus ik heb het gevoel dat ik eens ga winnen. We hebben een aantal regels. En dat is, als je het cadeautje in de schoorsteen gooit, mag je een trampoline naar achter. En we gaan uiteindelijk kijken wie de derde trampoline heeft gehaald. En het pitzakje in de schoorsteen heeft gegooid. Die is de winnaar. Komt-ie. In 3, 2, 1, go! Is het klaar hoor? Die doet het hoor. Oh. Oh, ho, 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 ho. Zit ik niet zo goed, want die heeft de pieten natuurlijk. Feest heeft gewonnen. Ik ga even liggen. Ja. Yeah. We gaan naar de laatste opdracht, maar voordat we dat gaan, nemen we eerst even een pauze. Ja. Adios. Pick-up lines. En ik zit daar net onze video is te delen. Met geluid, dus je hoort mij alleen maar. Dus ik moet weer alles bewijzen. Maar wij gaan bij mij naar Spanje. Hey, als ik val, hè, ik moet nog werken. Dionis komt net aan fietsen. Hey, sporten. Wat doe jij voor je sporten? Wat ik voor mijn sporten? Ja, wat doe jij voor je sporten? Wil jij een paar anabolen? Nee, ik heb nog in mijn zak zitten. Anabolen. We'll be right back.
De tweede plaats is niet voor Sinterklaas. Laat mijn ogen volgende keer weer werk doen. Adios. Vergeet natuurlijk niet een like te geven en te abonneren. Dan zie ik jullie later.